Joe Mason, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty 4 Modern Warfare campaign aflevering hier op mijn kanaal Ras Gaming. We gaan natuurlijk weer verder waar we gebleven waren, want in de vorige aflevering is er natuurlijk een nuke afgegaan. Is het team natuurlijk zo goed als dood gegaan. En nu zijn we weer in het andere team, zijn we weer op de grond en gaan wij natuurlijk weer verder waar we gebleven waren. Dus vind je dit nou leuk? Ram natuurlijk zo'n kaart op like knop. We gaan verder. Nu. Zo. Captain Price is er weer. Sergeant Boyd. Guest natuurlijk. En de Rus is er ook nog. Al Assad is in the village. The ultra nationalists are protecting him. Perfect. Move out. Zo. Hier gaan we, jongens. We gaan natuurlijk Al Assad aanvallen. In de hoop dat we hem kunnen vinden hier. Dus ik ben benieuwd of het gaat lukken. We hebben een goed team bij ons, dus die Rus die kan schieten. Oeh, ze zijn er aan het knallen. Oké, hier gaan we jongens, nu is Menes. Nu is het Menes. Door de muur heen jongen, jammer hè. Oh, links, 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 holy shit! Holy shit! Oké, die had ik niet zien aankomen. Je kan heel eerlijk zeggen, die had ik niet zien aankomen dat er opeens zoveel zaten. Gelukkig hebben de Amerikanen goede wapens. Want ze kan gewoon door het hout heen knallen namelijk. Dat is wel fijn. En we hebben een shotgun, dus we kunnen zo het huisje hier ook kleren. Eerst even een flashbang naar binnen hoor. Nee, niemand meer. Hallo team, let's go naar boven, want daar zitten ze nog wel namelijk. Oké, ze zijn niet zo goed als allemaal dood. Alright, dit huisje is gekleerd jongens. Oh, joh, 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 joh. We hebben een helikopter die we kunnen inroepen. Die gaat ons helpen. Dus die kunnen we af en toe eventjes inroepen om ons te komen helpen. Dus. Dat is natuurlijk wel fijn. Ja, daar komt hij. Ga maar een helikopter. Oké, de helikopter is nu ook aan het schieten. Lekker bezig, jongens. Oké, ik ga erop af. Ik ga een stukje op af. Ze staan recht voor me, dat weet ik. Het is zo gek met zo'n RPG in zijn handen, jongen. Helemaal loco, hè, zijn die mensen. Uh-oh. Kom gewoon via het huis dat we net hebben gekleerd, jongen. We worden hier ingesloten, niet normaal. Shotgun. Collateral. Collateral. Kunnen we nog naar boven hier? Ja, kijk uit hier. Zo. Oké, ik denk dat dit huis gekleerd is, jongens. We moeten ze allemaal kleren, die huisjes. De helikopter die kan ook weer gaan schieten. Die is weer terug. Kijk dan, kijk dan, kijk dan, kijk dan, kijk dan, kijk dan. Zo, dat was in een van de RPG die schoot. Holy shit. Zo, ik denk dat ik er genoeg heb, jongens. Holy shit, ik heb even wat mensen gekillt, joh. Zit hier nog ergens iemand? Ik hoor hem. Oh, fucking tank. Ja, shit. Hoe gaan we die tank nou weer uitschakelen? Holy shit, holy shit, holy fuck. Ik moet er volgens mij C4 op zitten plakken. Oh, oh my god. Holy shit. Oh, ik heb hem al. Easy. Dat eerst, ik plant rustig de C4 erop. Maar ja,
Uiteindelijk is dat helemaal niet nodig. Ik zet de helikopter even op dit gebouw. Dan gaat hij die aanvallen namelijk. Dat is denk ik op dit moment het handigst. Want die moeten we ook kleren namelijk. Dus de helikopter kon ons nu gewoon helpen. Ik zal maar daar weggaan jongens, want die helikopter gaat schieten namelijk. Zo, die valt gewoon het gebouw aan. Dan check ik heel veel dit gebouw. Ja, dat bedoel ik dus. Check ik heel veel dit gebouw. Holy shit. Flashbang. Ik heb nog 2 kogels, meer dan genoeg. 1, 2. Zo. Oh fuck, granaat. Yo. Oké, deze is clear, zegt hij. Hop, nou, hij is nog niet... Yo. Oké, de helikopter heeft veel afgeschoten. Dus we kunnen nu dit gebouw checken. We kunnen nu gewoon naar binnen. Kijk, heel veel mensen zijn hier al dood door de helikopter. Dus... maar nog niet iedereen. Zo, sorry guys. Holy shit. Ze raken je hard, jongen, die enemies. We gaan even hier beneden checken. Oké. Ja, is deze ook clear? Oké, let's go. Deze is ook clear, jongens. Zo, er zit een hele kelder in, joh. Holy fuck. Waar komt dit uit dan? Oh, lol. Dat heb ik helemaal niet gezien. Oké, de helikopter kan ook weer worden ingezet. Dus zet ik nu op... oh, auw. Holy fucking... holy shit. Dat zeg ik. Je moet uitkijken voor die RPG-mensen. Wow, yo. Ik wou net die helikopter inzetten en hij schiet zo'n RPG op mijn bakkes, jongen. Fucking dildo. Kijk uit voor de RPG-manieren. Dat was jij, hè? Of een van jullie? Oké, de helikopter zet ik op dat gebouw daar. We have the target. Stand by. Dan kan hij dat gebouw van aanvallen. Oh, granaat. Hop, gewoon weggegooid. Dat is altijd het makkelijkste, gewoon die granaat teruggooien. Oké, helikopter, ga je gang, jongen. Dan gaan wij erop af. Oké, shotgun. Let's go, daar gaan we. Lekker helikopter. Ik wacht heel veel tot die helikopter klaar is voordat ik erin ga. Want soms killt hij mij natuurlijk. Wij zijn klaar. Alright, helikopter is klaar. Dan kunnen we nu verder naar binnen. Holy shit, ey vriend, dat is je eigen schuld. Ja, deze ook clear. Oké, volgende. Nog één huis, die is 170 meter verderop. Die moeten we ook clearen, dus we gaan weer verder. Ik denk dat we daar voor de berg op moeten. Volgende huisje. Hij moet hier ergens zitten, althans dat zegt de intel. Dus dan hoop ik natuurlijk ook dat hij hier ergens zit. Volgen jullie me nog, jongens? Dan ga ik te snel. Oh shit, we moeten door het veld heen. Oké, nu moeten we even opletten. Al die koeien zijn ook dood, lekker in de oorlog. Oké, volgen jullie me nog? Ik wacht heel veel tot mijn team er is, hoor. Dan zit ik hier al in mijn eentje te rennen, dus ik wacht even tot ze er zijn. Ik weet niet waar ze zijn. Maar dit vertrouw ik niet helemaal. Ze zijn al aan het schieten, daar gaan we. Oké, val dat ding maar aan. Helikopter. Ga je gang, vriend. Oké, de helikopter komt ons weer helpen. Ik ga er alvast een stuk op af. Het huisje daar, dat wordt wel gekleerd namelijk. Oh
Zo, dat hele huis wordt neergeknald, jongen. Shotgun. Zo, jammer, jongen. Oké, ik ren naar de overkant. Ja, ik denk dat ze wel dood zijn, helikopter. Ik denk dat ze wel dood zijn. We waren hier natuurlijk al een keer geweest. Want toen gingen we hier naar binnen. Althans, het lijkt heel veel op die plek. Het is natuurlijk niet dezelfde plek, maar ze hebben hier gewoon hetzelfde schuurtje neergezet. Oké, helikopter is klaar. En nu is het dood. Flashbang. Ja, we hebben hem, hè? Dat houdt in dat we hem hebben. Where did you get the bomb? Lam akun wara dhalik. Who then? Die Captain Price slaat hem helemaal in elkaar, jongen. Who? Give me a name. A name. I want his name. Kijk dan, holy shit. Oh, yo, de telefoon gaat, jongens. Sir, it's his cell phone. Oh. Volgens mij weet Captain Price genoeg. Volgens mij weet Captain Price genoeg. Imran Zakayev. Die is ook helemaal gek, hè, die fucking Captain Price. Hij is wel een baas, maar hij is helemaal gek, jongen. Oeh, volgens mij zijn we nu in Oekraïne. I was just a lieutenant back then. Doing some wet work. Chernobyl. Christmas for the bad guys. Even a decade later, a lot of them still used it to get their hands on nuclear material. A lot of them, including one, Imran Zakayev. Of course, we couldn't just let that happen. Cash for spent fuel rods. That's one hell of a recipe for destruction. It was the first time our government had authorized an assassination order since the Second World War. I was under the command of Captain Macmillan. En dat is wat wij nu gaan doen. Daar is waar we nu naartoe gaan. 15 jaar geleden. Maar dat gaan we natuurlijk weer doen in de volgende aflevering. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze aflevering. Als je hebt genoten, dan natuurlijk zoals elkaar op lijkt. Bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt allemaal voor het checken, intunen. En hopelijk ook weer. Tot de volgende missie. Tot de volgende aflevering. Bye bye.